Yo kijkers van Shadowgames 320, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie mijn allereerste unboxing video. En ja, vandaag gaan wij een pakketje van Bakshop unboxen. Nee, echt? Jullie wisten waarschijnlijk totaal niet dat het van Bakshop kwam of zo. Staat ook geen reclame op de doos of zo. Nee. Maar ja, jullie weten waarschijnlijk wel wat hierin zit. Microfoon en microfoonuitrusting. Dus ja, en de rest van de uitrusting gaan we later unboxen. Vandaag maken we de grote doos open, zeg maar. En de microfoon, maar we gaan in andere video's gaan we... de standaard unboxen en de popfilter. Dus ja, maar goed. Ik heb mijn kleine scherpe vriendje hier. Dus ja, laat maar eens aan unboxen. Als ik tenminste weet hoe ik de kring open moet krijgen. Ja, haak heb. Hier is dit, denk ik, ja. Geen idee of dit goed beeldmateriaal is, jongens, maar het zal. Haak heb, zo, dat is één. Nou, waar zit dat? Ah, hier. Nee, what the fuck? Huh? Volgens mij zagen jullie het in mijn hoofd. Nou ja, nou, nu weet ik in ieder geval waar het... Stuk ellende zit, of niet? Zit dat daar? Ja, verdomd, zit daar ook nog. Bij draaien. Ja, vlijmscherp. Dus oppassen. Huppakee, zo. Watch yourself. Even kijken. Goed. Halleluja. En ik heb lucht gekocht. Jawel. Daar komt Derby. Het was scheet. Even kijken, goed. Oeh, halleluja. Even kijken. Bakshop, bonnetje. Oeh, sticker van Bakshop kennelijk. Leuk, die ga ik op mijn computer plakken. Even kijken. Goed. Dit vind ik altijd zo leuk om te doen, hè? I got it. Kijk, zo met dat mes zo. Ik durf dat niet. Ja, dit ding is ongeveer 20 centimeter lang, dus ja. Oeh, ik niet laten vallen. Even kijken. Goed. Auw, mijn voet. Nee, een grapje. Goed, zo. Meer lucht. En nog meer lucht. Oeps. En nog meer. Oh, wat is dit? Kijk jongens, shockmouth. Dit ding is ongeveer twee keer zo groot als ik had verwacht. Wel dan, kijk jongens, professionele shockmouth. Even kijken, dit ding is ongeveer 20 centimeter. Dus ja, kijk maar eens even hoe groot. Geen wonder dat dit ding 60 euro was, oké? Wel, die leg ik even hiernaast, ja. Popfilter, oh mijn jezus, dit ding is groot. Hier heb ik ook 70 euro voor betaald volgens mij. Nou, best episch, popfilter. Oh mijn god. Oeh, halleluja. En hier hebben we, jawel, de originele, oh mijn god, is ons erboven. De Rode M1, of is het M1? Nee, PSA. Mijn god, M1, hoe moet dat nu maar. Nou, in ieder geval de Rode PSA 1 Studio arm. Dus ja, ding weegt echt 20 kilo. Jezus. En even hier, de Blue Yeti. En jawel mensen, niet de Pro, maar de normale. Want de Pro is gewoon te OP duur. En ja, we hebben hier allemaal fancy Yeti's op staan. God, dat ding weegt al 2 kilo, man. Even kijken, brood Yeti dus. Geen fancy strapbal, dus we hebben een Blue Snowball. Nou, jammer. Zo, nou, ding weg. Zo, alle verschuit aan doos. Even kijken, nou, Blue Yeti, zo kunnen jullie een beetje zien, zo. Ja, oké. Nou, gaan we het maar eens openmaken. Nee, even kijken. I see, even kijken, hier niet of zo. Of, how the fuck? Huh? I don't know. Oh, here we go. Zo. Huppakee. Oeh, jezus. Ga nou open. Schilding. Is dat de onderkant? Zo, nee, is de fucking bovenkant. What the fuck, jongen? En hier zit de... Dank u wel. Zo. Ja, mes aan de kant. Jongens, geen grapje, dit ding weegt echt fucking veel. Nou, oh jezus, dat is de verpakking. Oh mijn god, hij komt. Of niet? Nee, hij komt niet. Kom nou, stomme microfoon. Waardeloos, dat vreet hem ook. Ja! Nog verpakking, geweldig. Juist. Hou de hel en fuck. Zo misschien? Geen idee, even kijken. Nou. Kijk jongen, daar is toch papier heen. Hartstikke scherp. Ja, oké. Okay. Oh, kijk. Kabels. Wat is dit? USB, lol. Is dit micro? Ja,
Misschien kan ik dat wel op mijn mobiel aansluiten. Dat zou leuk zijn. God, nou jongens, ik pak de stoel bij. Ik ben er helemaal klaar mee. Want mijn rug die gaat dood. Want ik moet ongeveer halve meter naar beneden. Ja, zo. Lekker laag stoeltje erbij. Geweldig, even kijken. Ik doe dit even naar beneden, jongens. Zo. Het is niet het beste camerawerk, maar... Zo. Oké. Nou, mes aan de kant, microfoon erbij. Huppakee. Vandaag zet ik dit nog wat dichterbij. Zo, nu kunnen we beginnen met de echte unboxing. Krenk gaat uit. Oeh, ja, daar komt hij. Twisten. Holy. Piepschuim. Vindt Gizmo vast leuk. En. Oeh. Zakker, die is nat, dus David Games. Even kijken, kom hier met dat ding. Oké, laat los, piece of shit. Echt iets weer van blue, om dit zo te verpakken. Hup. Wat is dit nou weer dan? Do not eat. What the fuck? Vogelzaad, oké? Oh, halleluja. Oh, dat ik weer even veel. Dus kijk, halleluja. Nou, hier hebben we hem. Holy shit, dit ding is. Dit is mijn hand. Ik heb grote handen, jongens. Ik heb echt hele grote handen. Ik ben ongeveer 1 meter, ja, 85 nou. Ik heb ongeveer handen van 20 centimeter. Dus dit ding is ongeveer 30 centimeter groot. Dit ding is episch. Even kijken. Nou, wat zit er allemaal op? Mute knop, oké. Dit is de volume voor het headset. Want, ja, oeps. Je kunt de USB hierop aansluiten. Dat is voor een mengpaneel en dat is voor het headset. En dan hebben we hier nog mijn shizzle. Voor het volume. En de patterns. Of ja, patterns. Even kijken. Ah, jongens. Ah, dit ding is zo koud. Hop. Zo koud. Even kijken. Goed. Dit is best episch. Dat is super vet. Even kijken. YOLO. Even kijken. Ja, coole mic. Oké. Zet even hier neer zo. Jongens. Het klinkt misschien heel stom wat ik nou ga zeggen. Maar ik ga de rest ook unboxen. Dit wordt gewoon één fucking grote unboxing. Gewoon omdat wel, het is allemaal met mijn microfoon. En om het nou verschillende unboxings te doen, is een beetje pointless. Maar goed, kabels dus. Junk. Auw, ik moet bestemd niet op mijn kop gooien. Domme dat ik ook ben. Belangrijk, handleiding. Even kijken. Dit gaat weg. En dat leggen we er ook bij. En dit ook. Nou, je ziet de fancy mic daar wel staan. Dat ding is best episch. Nee. Wat nu? Dit ding lijkt me wel grappig. Dit ding is me fucking groot. Even kijken. Nou, ik wil eerst even kijken hoe ik dat ding moet vastmaken aan de shockmount. Staat het hier ook ergens in of niet? Jeetjes. Even kijken. Nee, ik zie hier verder niet in staan hoe ik dit eraan moet maken. Oh, gelukkig werkt dit met zo'n fucking klikmechanisme. Kijk, hier hoef ik geen mespoor te gebruiken. Kijk, klik, klik. Nee, nog steeds plakband. Kijk, een mesje erbij. Huppakee, zo. Perfect, tot moment. Ik kijk zo nog naar open met die rotzooi. Even zo. Shock, man. Zet een plakband omheen of zo. Uiteraard. Jezus Christus. Ja, nog maar openmaken. En jawel, nou mijn plakband. Geweldig. Ik ben nooit zo goed geweest met unboxings. Of nou ja, wel Lego unboxings, maar geen fucking microfoon pro-heid unboxings. Even kijken. Ik heb de unboxing hier wel van gezien van Just Joris. Nou, van de Yeti dan in ieder geval, maar... Door die shop. Oh, jezus. Look at the professionality. Kan ik dit ook draaien? Ja, dat kan. Even kijken. Dan moet hij hier in of zo niet. Van onder, toch? Of van de zijkant. What the fuck? What the fuck? Ah, nee. Kijk, ik zie al. Kijk, je maakt hem hier aan vast. Zo daar. Want er zitten ook groefjes in. Jullie kunnen het niet zien, maar misschien zo... Ja, zo, er zitten groefjes in dus. Dit ding is zo fucking cool. Kijk dan. Gewoon de awesomeness van dit ding. Ik pak even mijn blue snowball erbij. Blijf, even kijken. Oh, dit ding is ook gewoon de helft van die blue Yeti, hè. Nou, papier, kijk. Dit is de snowball en dit is de Yeti. Oh, dat ding weegt echt twee keer zoveel. Deze weegt echt wel drie keer zoveel als de snowball. Zie je hoe episch dit is. Gewoon, het ding is gewoon bijna een keer zo groot als de bol van de snowball. Dat is best episch. Even kijken, zo, ik zet die blue snowball even daar neer over de koelheid. Yeti zetten we ernaast. Zo, broer, naast broer.
Zo. Het is dit. Ja, kijk, zo heb je het dan. Je kunt hem zo bovenin zetten of je kunt hem hangend doen. Maar ik doe hem denk ik gewoon ook hangend. Of naast staand, zeg maar zo, met dit zo naar boven. Maar dan doe ik hem wel in die standaard. Dat moet wel kunnen of niet. Denk het. Dat kan het toch? Even kijken, hier kan ik de popfilter aan doen. Daaraan, dat weet ik toevallig. Nou, we unboxen ook even de popfilter. En dan gaan we maar eens kijken of we het hele soortje in elkaar kunnen zetten. Of nee, we moeten de arm ook nog unboxen. Vandaag ga ik denk ik eerst even proberen om de Yeti aan het ding te doen. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat uitlopen. Pakken we dat ding even daar zo. Nou, gaan we de popfilter maar eens unboxen. Oh nee, de fucking popfilter was ook 70 euro. Dus ja, het is origineel blue, jongens. Ik ga geen van die Samsung shit kopen. En het is niet echt Samsung, maar het is meer Samsung. Dus ja, die popfilters die gebruikt bijna iedereen. Maar ja, voor de Yeti staat het enorm goofy. Als ik inderdaad mijn snowball had gehouden, dan had ik inderdaad dat popfilter van het andere merk gekocht. Puur om het feit, wel, dat staat gewoon beter bij de snowball. Maar dit staat gewoon beter bij de Yeti. Het is dezelfde stelk als de Yeti. Dus ja, want dit staat gewoon fucking niet bij de Blue Snowball. Dus ja, oh mijn jezus, die ding is episch. Halleluja. Kijk, dit staat niet bij de snowball. Kijk dan, dit nee, het is gewoon oerlelijk. Kijk dan. Dat staat niet. Kijk, het staat wel leuk bij de Yeti. Dik voor 20 kilo. Kijk, dat staat wel leuk. Dus, ja. Blijf, oké. Okay. Maar goed, je kunt het dus allemaal draaien en everything, oké. Okay? Best cool. Kan ik die ook nog gaan vastmaken? Daar ben ik wel benieuwd naar. Even kijken. Ja, dat kan. Oké, okay, mooi. Nou, popfilter even aan deze kant. Wat gaan we nu doen? Wel, ik ga proberen om de Yeti eraan te doen. Ik wil dat gewoon even zien. Lijkt me wel wat episch. Even kijken, moet ik dit even losmaken, jongens? Ik doe even zo, dan kan ik er wat beter bij. Even kijken, je kunt de Yeti eraf halen, dat weet ik toevallig. En doe ik dat nu ook dan? Of nou, ik maak denk ik later wel een assemble guide. Ja, we gaan later even een assemble guide doen. Denk ik even in de komende video's, maar dit is dus een unboxing video. Maar goed, Yeti dus, super episch. Goed, nou, toen dat is het... Oh, oeps. Ik zet even alles op de grond, inclusief de Yeti, want er komt een heel groot pakket aan nou. Jongens, die Yeti, wat dat ding is epic. Ik zeg altijd tegen mijn fans, koop een snowball. Dat is gewoon een van de beste microfoons. Nee, Yeti, nee, de looks. Alleen de looks al moet je al die... Want de Blue Yeti is een keer zo duur als snowball, dus ja. Maar hij is wel 10 keer zo cool. En de popfilter is ook wel vet eigenlijk, kijk dan. Gewoon episch. Maar goed, die ga ik dus mijn fucking commentaries mee maken, jongens. De audio kwaliteit zal niet super veel beter zijn, maar... Natuurlijk wel wat, maar... Het zijn allebei condensatormicrofoons, dus... Ja, nou, kijk, zo heb je hem dan bijvoorbeeld zoiets als dit of zo. Nou, hoe maken we deze bitch open? Wel, deze kant. Hup, oeps, dat was denk ik niet goed, maar dat moet me niet. Eindelijk, we hoeven geen fucking messie bij te gebruiken, dat vind ik goed. Oh nee, we moeten dit er eerst afhalen. Oei! Oké, dan kon ik net alsof er een vliegtuig opsteeg. Ik weet niet of je dat hoorde, maar... Nou, u. Mes is overal goed voor. Ja. Oh, boutjes. Even dat mes aan de kant. Oh, jezus. Ja, trekken. Goed zo. Nou, doos empty dus. Empty. Hiermee kun je hem op de bureau doen met een boormachine, maar dat ga ik niet doen, denk ik. Hiermee zet je hem, of nou, klem je hem aan op je bureau. Dit is een, ja, wat is dit in godsnaam, zo'n klemgevalletje of niet soms? Ja, zo. Zo, ik weet niet of mijne dat zou houden, omdat ik een microfoon van 2 kilo aan heb hangen, maar waarschijnlijk niet. Dus er moet weer een gat in boren, het zou mijn vader blijven zijn. Bolletjes, plastic of zoiets. Goed, standaard, even kijken. Aanschouwen, de rood manual, even kijken. Ik snap, jongen, waarom zo'n ding? Ik snap het niet. God, dit is klein. Wat nou een grote studioarm. Waarschijnlijk is dit ding gewoon episch om het zijn, maar ja. Ik snij hem even open, hoor, als jullie het niet erg vinden. Of dat kan ik niet. Nou, dan maar met de blote handen. Prima, prima. Mij hoort er niets. Zeg maar dat er fucking omheen gaat tijd. Zij toch open zijn keertje. Kijk, hup, kijk.
Wat een... Hè. Nou, nu komen we ergens. Denk ik. Dacht ik. Kijk eens hoe... Oeh. Gewoon hoe, jongens? What the fuck krijgen ze dit zo verpakt? Wat een bitches. Even kijken. Nou, mes er maar weer bij dan. Kijken we het nog dwars doorheen. Uit dat ik even chainsaw. Even kijken zo. Kijk, dan scheuren we het gewoon open. Ja, zo. En dan trekken we gewoon hier standaard gewoon uit. Zo. Ha! I see, is the blind man. Even kijken. Nou. County on. Spring loaded. Ja, dus. Moet ik bang voor zijn, zeker. Denk jullie helemaal niet. Maar een beetje bang maken hier zo. Spring loaded. Het zal wel. Maar ik heb een hele stevige hand. Dus. En dat wil ik eigenlijk niet doen. County on. Spring loaded. Ja, wat is dat mee dan? Oh, waarschijnlijk als ik hem losmaak, dan springt hij uit elkaar, lol. Vandaar dat er ook denk ik twee dingen naar plastic omheen zitten. Nou, jawel, gewoon doen we gewoon dit. Mensen zijn overgegroeid voor. Oké. Okay. Ah, oké. Oi! Hallo! Oeh, dat ding is geel. Ja, dan zet je hem daarmee vast en dan hang je hier mijn mic aan. Oh, best wel een cool ding. Dan kun je hem ja, buigen, zeg maar zo. Oh, dat ding is wel veel. Ja, jongen, massief staal geroest vrij, hè. Dat ligt er sowieso al heel veel. Nou, even kijken, hoort mijn rotzooi. Dat is van dat. Nou jongens, dat was mijn unboxing video. Binnenkort, denk ik, weet ik niet. Ook nog even een assemble guide waar we gaan proberen... gewoon een assemble preview, zeg maar. Waarin we gaan proberen of we de Yeti hier aan kunnen doen. Dat wordt nog wat. Wat moet je eigenlijk eerst doen? Moet je eerst dit ding aan de studioarm of moet je eerst de Yeti aan dit ding? Ik heb werkelijk geen fucking idee. En jongens, het moet achter die plank. Hè? Het moet daar zo, achter zo'n plank. Dus, ja. Goed, mijn mening. Wel, dat ziet er redelijk goed uit. Maar dit is een ja, shockmalt als je tegenaan stoot dat het niet zo opgepakt wordt. Nou, dan hebben we hier de big boy. Waar ik maar liefst €125 voor heb betaald. Wat ook wel handig is, is je kunt hem zo inklappen. Kun je meenemen bijvoorbeeld. Er wordt gezegd, ja, je kunt hem amper meenemen. Maar ik wil niks zeggen, hoor, maar dit is toch best wel pro hoe je mee kunt nemen. En dan heb je record en dan ploep, dan flip je hem zo naar buiten. En dat is wel zo chill, want je kunt hem helemaal bewegen zo. En dan heb je een mute knop van Skype. Dus ja, die zou ik zeker veel gaan gebruiken. Headset, zodat je kunt horen wat je zegt. Maar daar heb ik in principe niks aan. Hiermee zet je hem zo popfilter vast of op zo'n... ja, verdomme, je zet hem alleen maar daarmee op de popfilter, lol. Ik dacht dat je hem daar ook mee echt zo met zo'n mengpaneel. Dan kun je dan maar de mengpaneel erbij aansluiten, jongens. Wat is dit nou weer dan? Nee, er zit verder geen aansluiting voor een mengpaneel op. Kijk maar, jongens. Is dat zin? Nee. Dus je hangt hem alleen maar op de studio aan. What the fuck? Bro, dat is wel mooi met silver finish en zo. Dus ja, dit ding weegt echt die standaard weer gewoon veel, jongens. Dit stuk, hier dit. De microfoon zelf weegt niet zo heel veel, maar... Hij is wel echt... Echt, het is echt een van mijn mooiste, het is mijn mooiste recording bezit wat ik heb. Dan zullen jullie vast denken, ja maar je computer, ja maar mijn computer heeft lang niet zo'n goede looks als dit ding, dus. Ja, nou er wordt ook nog wat, want dan moet je het helemaal aandraaien en ja, ik straks 2 kilo aan microfoon aan. Dus, dit wordt echt wat jongens. Popfilter hebben we hier nog. Popfilter. En dit. Nou jongens, hoeveel heb ik voor deze bitch hier zo'n microfoon? Popfilter, of shock mount, moet je mij horen. Popfilter en standaard. Hoeveel denk je dat ik ervoor heb betaald? Dave, 4 cijfers. Nee. 3, mijn excuus. €328. Ik weet het. Ik weet het. Ik begin al te lullen, jongens. Ik ga de video afsluiten. Ik ga zo meteen een assemble guide maken. Maar goed, dit was Shadow Games 23 voor mijn allereerste unboxing video. En misschien zie ik jullie binnenkort nog weer met een andere unboxing video. Denk ik niet, want ik moet eerst nog wat geld afbetalen van mijn computer. Maar als we een nieuwe unboxing gaan doen, dan is dat denk ik of van een Razer headset. Of van een nieuwe monitor. Ik ga nog niet verder daarin op vertellen. Dan mogen jullie lekker zelf gaan fantaseren. Kun je dit draaien? Nee, ik dacht even dat ik dat kon draaien. Maar goed, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Laat een like achter, subscribe. En ik ga dit maar eens in elkaar proberen te zetten. Maar goed, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En ik spreek jullie later. Later mensen.